Goedemorgen allemaal en welkom op deze webinar voor C-Engineer 17. Mijn naam is Dominique Piepers en ik werk als teamleader op de Customer Service afdeling. De bedoeling van deze webinar is om wat meer uitleg te geven over de nieuwigheden die ontwikkeld zijn binnen de nieuwe C-Engineer 17 versie die sinds een week gereleased is. Voor we van start gaan, misschien even kort een woordje uitleg over de GoToWebinar tool zelf. Dus je kan altijd het geluid controleren in jouw audiovenster van je GoToWebinar. Moest je enige vragen hebben, aarzel dan niet om deze te stellen tijdens of na de webinar. We zullen proberen alle vragen aan het einde van de webinar rechtstreeks te beantwoorden. En uiteraard wordt deze webinar ook opgenomen, dus die kan achteraf herbekeken worden of op onze website sia.net of op ons YouTube kanaal. Goed, de versie C-Engineer 17 dan. Dus het is een nieuwe versie, ongeveer een weekje oud. Hierbij hebben we vooral gefocust op de productiviteit. Dus dat was voor onze ambitie voor C-Engineer 17. Daarin hebben we gefocust op drie grote pijlers. Dus dat zijn de gebruiksvriendelijkheid, de workflow of de werkprocedure en ook het gebruik van een nieuwe interne technologie. Nu, als we wel eens dieper ingaan op onze ambities voor C-Engineer 17. Hiervoor hebben we echt wel gefocust op onze gebruikers, dus op jullie eigenlijk. Dit hebben we gedaan eerst en vooral aan de hand van een enquête die gevoerd werd door de supportafdeling, waarbij dat een aantal nieuwe ontwikkelingen waren voorgesteld. Dus een hele lijst met een aantal topics van nieuwe ontwikkelingen door het internationale supportteam en waar dat dan de gebruikers met onderhoudscontract hun top 3 konden doorgeven, waarbij we beloofd hebben om deze top 3 ook werkelijk te gaan ontwikkelen binnen C-Engineer 17. Uiteraard zijn er ook nog meerdere verbeteringen doorgebracht op vraag van de klanten, op vraag van de supportafdeling en ook op vraag van de ontwikkelaars zelf. Nu, als we dan kijken naar de totale workflow, hierbij is een grote verbetering doorgevoerd op gebied van snelheid. Dus we hebben nu een superieure totale workflow voor de structurele analyse. Dus die werkt veel efficiënter en uiteraard is er ook de integratie van BIM. Dus je ziet hier, zeg maar, je gaat een BIM-model inlezen, dan heb je het model dat je inderdaad verder gaat optimaliseren. Dan gaan we daar lasten op plaatsen, uiteraard ook lascombinaties, de berekening draaien, het ontwerp doen en uiteraard een mooie rekennota genereren achteraf in het engineering report. En de derde grote pijler is uiteraard de nieuwe interne technologie die dat aanwezig is in C-Engineer 17. De reden hiervoor is dat wij hebben gekozen om het herschrijven van een groot deel van de software. Hierdoor zijn we dus niet langer afhankelijk van, zeg maar, een ouder geschreven code, zeg maar een erfeniscode. En ook de eerste versie van C-Engineer 17, daarbij is er een nieuwe postprocessor die, zeg maar, voor de concept-editie werkzaam is. Dus alle functionaliteiten binnen de concept-editie, daarvoor kan je de nieuwe postprocessor al reeds gaan gebruiken. Daar komen we later op terug, daar wordt wat meer uitleg over gegeven. En ook wat het grote voordeel is van die nieuwe technologie, is dat we nu gebruik maken van de zogenaamde multiprocessing. Dus dat er meerdere cores van jouw PC gebruikt worden als we gaan naar alle Eurocode controles. En dat zal je meteen merken aan de snelheid wanneer je deze controles gaat uitvoeren. Goed, dan gaan we dus terug naar deze drie grote pijlers. Dus de gebruiksvriendelijkheid, de workflow en de interne technologie, beter gezegd. Dus we gaan eerst en vooral inzoomen op de interne technologie. Dus deze technologie bestaat uit meerdere elementen. Dus eerst en vooral zie je hier bovenaan de gebruikersinterface, die je dus werkelijk kan zien in C-Engineer. En vervolgens heb je de volledige workflow die daarachter zit. Dus je gaat beginnen met de modellering, gaan we lasten invullen. Dan is er dus ook een nieuwe solverlink, opnieuw met deze concept level editie, zeg maar, concept functionaliteiten. Vervolgens gaan we dus naar de eindelementenanalyse of de FEM-solver. Dan is er weer opnieuw solverlink en dan gaan we de eindelementenresultaten bekijken als wel normontwerp, enkel alleen voor de Eurocode, engineering report en afbeeldingen. Alle parameters wat je hier in het blauw ziet weergegeven worden, daarvoor is er een nieuwe code geschreven, dus deze is volledig herschreven binnen C-Engineer, wat de productiviteit en de efficiëntie natuurlijk ten goede komt.
Nu, waarom hebben we gekozen voor deze nieuwe interne technologie? Wel, dat heeft natuurlijk meerdere voordelen. En die gaan we nu hier even kort overlopen. Dus eerst en vooral is het vooral tijdbesparend. De snelheid gaat 2 tot 4 maal omhoog met deze nieuwe Solverlink. En daar zijn natuurlijk verschillende redenen voor. Eerst en vooral is er geen dataconversie meer nodig. De tweede, reeds aangehaald, is het gebruik van meerdere cores op jouw PC. Dus zeg maar multiprocessing in alle Eurocode-controles. Plus er is ook gewerkt aan geoptimaliseerde afbeeldingen in het engineering report. Vervolgens biedt dit ook de mogelijkheid tot beter geheugenbeheer, dus meer interne dataoverdracht. Plus nogmaals, zeg maar, de afbeeldingen in het engineering report zijn geoptimaliseerd. Daar is ook wel aan de performance gewerkt. En het laatste voordeel, dat is natuurlijk intern, maar ook extern, is dat dit toekomstbestendig is, waarmee we bedoelen dat dit nu gemakkelijker te onderhouden is. En dus ook sneller nieuwe ontwikkelingen kunnen ingeprogrammeerd worden. Als we dan verder gaan inzoomen op de workflow, de werkprocedure, dan zijn hier natuurlijk twee grote pijlers. En we gaan beginnen met gewapend beton. Later gaan we natuurlijk ook naar staal overgaan. Maar beginnen doen we dus met gewapend beton in C-Engineer. Hiervoor hebben ze dus een totale procedure voor het ontwerpen of wapenen van balken, kolommen en ribben. Deze zat natuurlijk ook al wel in C-Engineer 15 en C-Engineer 16, maar er is uiteraard verder aan gewerkt in C-Engineer 17. En deze technologie, die dat ervoor zorgt dat men meer transparante en moderne procedures kan gebruiken, hebben wij nu ook doorgetrokken naar het ontwerpen van 2D-elementen zoals platen, wanden en schaalelementen. Tot slot hebben wij ook gewerkt aan scheurwijdteberekening voor platen en wanden. Het ontwerpen en controleren van ponswapening en het berekenen van de langetermijnvervorming. Nu, tijdens deze webinar hebben we deze procedures snel overlopen. Nu kan ik jullie al meteen uitnodigen voor een volgende webinar. Dus na de zomer gaan wij twee dedicated webinars geven over C-Engineer 17. Eentje specifiek voor het betongedeelte, eentje specifiek voor het staalgedeelte. Dus daar gaan we dieper ingaan op alle functionaliteiten die dat nieuw zijn in C-Engineer voor deze twee materialen. Dan, als we dat dus meer in detail gaan bekijken, dus hoe ziet het betonontwerp er nu uit in C-Engineer 17? Er zijn natuurlijk verschillende methodes. Er zijn eigenlijk drie grote methodes en daar kan je natuurlijk zelf uit kiezen, hè. Dat wil eigenlijk zeggen dat we het betonontwerp uiteraard doen uit Eurocode 211, met natuurlijk de bijkorende nationale annexen. Gaan we dan naar links en hebben we het 1D-ontwerp voor staven, kolommen en ribben, waar dat we dus de UGT-wapeningsberekening doen, dus zowel de langswapeningsberekening als zeg maar dwarskracht- en torsiewapening. En dan gaan we de controles doen, zowel UGT als BGT, dus de capaciteitscontrole bijvoorbeeld, maar ook de scheurcontrole en de vervormingscontrole. Als we dan verder gaan, dan gaan we natuurlijk ook controleren hoe zit het met de detailleringsregels, de lange termijnvervorming en uiteraard ook de SIA, Concrete Section Check, zit er nu inderdaad ook in gebakken. 2D-ontwerp dan. Dan gaan we naar platen, wanden en schalen. Oh, daar hetzelfde principe. Wapeningsontwerp, UGT, langswapening en dwarskrachtenwapening. De verschillende controles zoals een BGD-controle, lange en korte termijnvervorming en de nieuwe ponscontrole in C-Engineer 17. Plus opnieuw detailleringsregels, lange termijnvervorming en uiteraard ponsingcontrole en wapening. Nu, zoals juist aangehaald, zijn er dus drie verschillende workflows voor het 1D-ontwerp die je hier even opgezoomd ziet staan. En uiteraard als gebruiker kan je kiezen welke van de drie je gaat toepassen, welke jouw voorkeur heeft of welke je al reeds gewend bent om te gaan gebruiken. Nu, de eerste zie je hier links staan, dat is dus de berekening van de theoretische wapening. In alle secties wordt die uitgedrukt. Hierbij zie je dus dat je dus zelf kan instellen welk materiaal, of beter welke diameter kan je gebruiken. Plus je kan de grafische weergave ook aanpassen dat nu het aantal staven met de diameter netjes geprint wordt. Dus je ziet bijvoorbeeld een volledige wapening over de volledige lengte van 2 staven diameter 16. Waar nodig, waar we dus bijvoorbeeld steunpuntsmomenten hebben, gaan we er additioneel nog een staaf van 16 mm aan toevoegen. De tweede methode is dan eigenlijk een methode per snede. Dus methode 1 was over alle snedes heen. Methode 2 is eigenlijk een methode per snede. En dan kom je in de concrete section terecht. Dus hier kan je de wapening ook meteen aanpassen. Kan je alle controles tegelijkertijd uitvoeren. En dan kan je, wordt het meteen herberekend en dat labeltje kan je opslaan in die bepaalde sectie of die bepaalde snede in jouw betonbalk. En de derde optie is natuurlijk het invoeren van werkelijke praktische wapening. Dus dat kan
een C-engineer rechtstreeks gebeuren door gewoon praktische wapening toe te voegen, of je kan die natuurlijk importeren aan de hand van een soort BIM-model. En dan worden uiteraard alle controles die dat daarna gebeuren uitgevoerd aan de hand van deze praktische wapening, van deze bestaande wapening, UGT en BGT checks. Als we wat meer zin gaan op de controles op zich. Dus de controle op zich kan gedaan worden met de voorziene wapening, maar ook met de benodigde wapening. Dus je ziet hier bovenaan deze tekening heb je in het rood zeg maar, het pijltje naar de benodigde wapening. En dat wordt dan herberekend naar de voorziene wapening. Nu over die voorziene wapening gaan we dadelijk meer in detail wat uitleg geven over hoe je die templates kan opstellen. Je kan hier alle controles zien, dus zowel de tabellen als de formules. Dus je ziet hier aan de linkerzijde zeg maar, de uitvoer van deze check, maar niet enkel alleen de tabellen en de formules worden geprint, maar ook afbeeldingen van bijvoorbeeld jouw spanningen in jouw wapeningstaal, als ook de capaciteitsdiagrammas die je hier aan de rechterzijde ziet. Dus zeg maar, uw interactiesdiagrammas worden netjes in de uitvoer geprint. Gaan we dan naar 2D, dan hebben we een C-Engineer 17 deze technologie doorgetrokken, die reeds bestaande was voor 1D-element uiteraard in de vorige versies. Nu hebben die ook doorgetrokken naar de 2D-elementen. Dus je ziet hier een aantal afbeeldingen terugkomen. Eerst en vooral is het ontwerp van de langswapening, die dan uitgedrukt wordt in vierkante millimeter per meter. Dan kan je ook opvragen het ontwerp van de dwarskrachtwapening uiteraard. Vervolgens de BGT, berekening van de scheuren, zit daarin. De lange termijnvervorming en zeg maar de ponswapening, ontwerp en controle. Waar we later uiteraard weer meer op een detail op terugkomen. Nu, als we dus gaan kijken naar de berekening van de benodigde en de voorziene wapening. Dus dan zie je hier dat de benodigde wapening wordt in vierkante millimeter berekend door C-Engineer. Gebruikmakende uiteraard van het eindelementennet. En deze afbeelding zie je hier aan de linkerzijde terugkomen. Nadien vragen we eigenlijk aan de software om deze te gaan vertalen naar voorziene wapening op basis van de wapening die dat je in je template hebt opgegeven. Dus, en dat zie je hier ook aan de hand van basiswapening, wat de blauwe zone aangeeft. Dus gewoon een standaard wapeningsnet. Waar nodig, waar we weer hier met onze steunpuntsmomenten zitten, gaat er natuurlijk extra benodigde wapening aan toegevoegd worden. Plus aan de rechterzijde zie je ook nog een afbeelding van de tabel met de interne krachten, dus hoe dat die uitvoer eruit ziet. Je krijgt dus netjes bovenzijde en onderzijde zeg maar, de interne krachten te zien. Zowel de combinatiesleutel wordt erin geprint en dan de tabel met de langswapening. Dus de basiswapening die erin zit, de bijkomende wapening waar nodig. En dan eventueel of die status oké is, ja of nee. Vervolgens dan de controle op scheuren voor deze platen. Dus je hebt hier... Natuurlijk ook de scheurwaardes die je kan opvragen, zowel bovenzijde als onderzijde van de plaat, maar ook de eenheidscontrole. Plus hier zie je ook nog eens aan de rechterzijde zeg maar, de uitvoer. Dus je hebt dan weer de interne krachten die dat daarvoor gebruikt worden. En dan ook de controle in beide richtingen, dus de wapeningsrichting 1 en 2, bovenzijde en onderzijde, of daar eventueel scheuren gaan optreden, ja of nee. Als daar een scheur optreedt, gebeurt er uiteraard ook een eenheidscontrole en dan zie je of die eenheidscontrole groter of gelijk is dan 1. Wordt die groter dan 1, dan wordt die status inderdaad op niet oké geplaatst en dan wordt dat rood gemarkeerd. Nu is er dus een soort van template gegenereerd. Dat is dus de belangrijkste parameter in die workflow voor wapeningsontwerp nu in C-Engineer. En dat is wel een heel eenvoudige methode om het wapeningsontwerp te sturen als gebruiker. Dus je ziet hier aan de linkerzijde de afbeelding voor 1D-elementen, dus voor staven, kolommen enzovoort. Dus wat je dus daar inderdaad kan instellen is, aan de blauwe zijde is jouw basiswapening. Dat wil zeggen, dat is de wapening die wordt toegepast over de volledige lengte van jouw staaf. Waar je dus zowel de diameter als het aantal staven kan opgeven. En de groene zone is dan je soort van bijkomende wapening. Dus stel dat de basiswapen niet voldoet, denk dan aan steunpuntsmomenten bijvoorbeeld opnieuw. Ja, dan kan je daar bijkomend gaan wapenen. Of dan gaat C-Engineer daar automatisch bijkomende wapening voor berekenen. Dat kan aan de hand van een aantal vaste staven. Dus als je kiest voor het type fix, geef je daar de diameter in en het aantal staven wat je wilt. Maar dat kan ook gewoon aan de hand van een lijst. En dan zie je inderdaad in deze tekening zo'n groene stippenlijn tevoorschijn komen. Dat wil zeggen, van moest de basiswapen niet voldoen, mag SIA en met een bepaalde diameter 1, 2, 3, 4, ongeacht hoeveel staven je hebt aangegeven, bijvoegen als bijkomende wapening.
Aan de rechterzijde zie je het identiek hetzelfde principe nu voor plaatontwerp. Dus dan zit daar natuurlijk ook een template achter, waarbij je weer de blauwe zijde basiswapening opgeeft. Dus dat je inderdaad geeft van diamenter, tussenafstand, en dan wordt daar de wapeningsoppervlakte berekend. En dan kan je weer aan de rechterzijde met de groene invulvelden, zeg maar, bijkomend gaan wapenen of bijkomende additionele wapening invullen waar dat nodig zou zijn straks. Nu, als we dan gaan naar de ponscontrole, die is in CEngineer 17 volledig herschreven. Dus dat is een volledig nieuwe workflow die dat erachter zit. Nu, eerst en vooral belangrijk om te weten van wat wordt er daarvoor ondersteund. Dus wij ondersteunen de ponscontrole voor het ontwerp van platen, zowel als funderingen, dus funderingsplaten. En er is uiteraard nog steeds, wat de vorige ook al had, was de automatische herkenning van de vorm en de locatie van het steunpunt. Uiteraard zijn er ook verschillende mogelijkheden voor de berekening van de beta-factor. Dus dat is een instelling die je in de betoninstelling kan invoeren. Plus, er zijn twee verschillende types van wapening die worden ondersteund voor de controle van deze weerstand. Dus dat gaat hier dan over de benodigde wapening of het gaat hier dan over de voorziene wapening. Dan is er gewerkt aan de presentatie. Dus de presentatie van de eenheidscontrole gebeurt en de grootte van die groene pijl die je daar ziet rechts in de afbeelding. En de grootte van die perimeter wordt ook geprint, zoals je die weer ziet gegeven hier in deze afbeelding, dus rond jouw kolompunten. En uiteraard is er dan de berekening van de ponswapening waar nodig. Gaan we dan naar het volgende hoofdstuk, dus de normafhankelijke vervorming. Dat is ook iets wat volledig herschreven is. In CEngineer 17 is dat de laatste nieuwe herschrijving voor CEngineer 17 beton. Dus daar heb je nu het grote voordeel dat je normafhankelijke vervorming kan doen voor 1D en 2D in één klik. Dus je hoeft dat niet meer apart te genereren, dat gaat gewoon nu binnen één en dezelfde klik. Een tweede voordeel is dat het niet meer nodig is om die gekende drie betonvervormingscombinaties aan te maken. Dus voor de onmiddellijke vervorming, voor het kruipdeel van de vervorming en voor de totale vervorming. Dat wordt nu automatisch gegenereerd aan de hand van de belastingscombinaties. Hier worden ook dus drie verschillende types van wapening erkend. Dus je hebt dan ja, jouw benodigde wapening, jouw voorziene wapening en jouw praktische wapening zitten er netjes in. En je krijgt een duidelijke eenheidscontroleweergave aan de hand van kleuren in het model. Je ziet ze zowel voor de staven als voor de plaat die hier ingekleurd worden. Met dan ook een legende en de rechterzijde met een eenheidscontrole uiteraard geprint. Dit is ook een stap-voor-stap berekening, dus die berekening gebeurt in meerdere stappen. We hebben eerst en vooral de korte termijn volledige betonsectie. Dan hebben we de korte termijn gescheurde betonsectie. En dan gaan we natuurlijk over naar de lange termijn volledige sectie en de lange termijn gescheurde sectie. En hierbij respecteren we volledig de procedure zoals deze in de Eurocode omschreven staat. Vervolgens is er ook nog de mogelijkheid om de kruipcoëfficiënt ofwel automatisch te laten berekenen door CEngineer, ofwel kan je die uiteraard weer als gebruiker manueel gaan invullen. Nu, zoals in het begin vermeld, wordt bij de controles, dus het gaat hier om een postproces, Eurocode controles, gebruik gemaakt van meerdere cores op jouw PC. Dus de berekening van bijvoorbeeld lange termijn vervorming, dit is hier nu het voorbeeld wat aangehaald, het gaat nu inderdaad heel wat sneller gaan dan in de vorige versies. Als we nu bijvoorbeeld naar dit gebruikersvoorbeeld kijken, dus we hebben hier een project met bijna 600 2D-elementen, 650 1D-elementen, ongeveer 216 lassen erop en natuurlijk combinaties van het type UGT zowel als BGT. Wat is daar het resultaat uit? Dus als we kijken naar ontwerp 2D, hadden we in de vorige versie van SIA ongeveer 6 minuten nodig. Dat is een kleine verbetering naar nu 4 minuten, dus zeg maar een factor 1,5 sneller. Kijken we naar 1D, hadden we in de vorige versie 15 minuten nodig, waar we nu maar 4 minuten nodig hebben. Dus dat is bijna een factor 4 keer sneller. Dus je ziet hier meteen de voordelen van die nieuwe technologie die dat in CEngineer geschreven is. Goed. Als we dat dan eens bekijken in CEngineer zelf, dus ik heb hier een korte video om al deze nieuwigheden even kort te overlopen of kort te tonen. Dus eerst en vooral gaan we naar het wapeningsontwerp UGT. Dit doen we voor een bepaalde selectie of voor alle staven, voor de laag slab, dus voor alle platen. We kiezen hier de UGT-combinatie en we vragen de benodigde wapening op AS Required 1+, dat wil zeggen de bovenwapening in de richting 1 aan de bovenzijde. Je ziet meteen aan de linkerzijde dat de resultaten legende daar geprint wordt en aan de rechterzijde de resultaten. Nu kan je dat uiteraard even opvragen ook aan de onderzijde. Dus dan zie je hier jouw benodigde wapening die dat dus aan de onderzijde vereist is. Dan kan je ook jouw statische benodigde wapening gaan opvragen. Als je dat doet, wordt er dus geen rekening meer gehouden met detailleringsregels. Als we dan naar de provided gaan,
Dan zie je jouw, zeg maar, jouw benodigde wapening. En daarmee komt dus jouw template aan te pas. Dus als we dan onze wapeningstemplate voor platen gaan aanschouwen, zie je dat er hier reeds meerdere voorgeprogrammeerd staan in CEngineer. Uiteraard kan je die allemaal gaan bewerken of kan je nieuwe templates gaan aanmaken. Waarbij dat je dus hier, zeg maar, voor de basiswapening de diameters en de tussenafstanden invult. Dus stel dat we hier 300 mm tussenafstand nemen in alle richtingen. En in de groene lijst, in de groene waarden kan je dus fixed of een bepaalde lijst van additionele wapeningen geven, waarbij je dus inderdaad weer een diameter en een basisafstand gaat invullen. En dan gaat CEngineer dus waar nodig, dus gewoon, je gaat overal zijn basiswapening aan toepassen, maar waar nodig wordt dus uiteraard gebruik gemaakt van deze bijkomende additionele wapening. Goed, als we dat al even bevestigen met oké, is nu dus het template ingevuld en gaan we nu opnieuw naar onze provided of onze voorziene wapening. Dan ga je dus meteen zien, als die dadelijk klaar is met genereren, dat is inderdaad daar nu een blauwe zone tevoorschijn komt doordat wij ons wapeningsnet hebben gelegd, maar ook bijkomende wapening waar nodig. Plus, uiteraard, we hebben daar een uitvoer. We hebben verschillende niveaus van uitvoer. Nu wordt de standaard uitvoer getoond, waarbij je ook weer je wapening hoeveelheden ziet terugkomen. De tabelvorm voor de langswapening wordt daar voorzien van, is jouw ingevoegde wapening wel groter dan de reeds benodigde wapening. En uiteraard zijn daar heel wat mogelijkheden ook weer voor de controles toegevoegd. Dus als we naar 2D-elementen gaan, kunnen we daarvoor de scheurcontrole gaan uitvoeren. Zeg maar een BGT-controle op scheuren. Dat doen we uiteraard weer voor de combinatie. En hier kan je dan het type wapening kiezen, zoals er straks vermeld, dat je er dus meerdere kan gebruiken. En ik kies ofwel de scheurwijdte die ik kan opvragen, of de UC, staat uiteraard voor de Unity Check, of de eenheidscontrole die dat geprint wordt. Nu krijgen we dus een eenheidscontrole van maximaal 0,89, zoals je ziet. Dus deze voldoet aan de scheurwijdte check. En je kan ook die waarde gaan opvragen, dus echt wel de scheurwijdte. En dan zien we dat we nu 0,267 mm hebben als maximale scheur boven onze steunpunten. Zeg maar boven de steunpuntmomenten. Dat wordt ook weer grafisch, sorry, een tabelvorm weergegeven, uiteraard in ons afdrukvoorbeeld. Als we dan verder gaan, kunnen we naar de tabelresultaten gaan kijken. En dan kunnen we eigenlijk die resultaten nu ook eens in, zeg maar, een Excel-layout opvragen. Als je dan gebruik maakt van de selectieknop, dan wordt die zone in jouw element geselecteerd. En als je dubbelklikt op het resultaat in de tabelinvoer, gaat automatisch het afdrukvoorbeeld open. Waar je dus weer gedetailleerd de resultaten kan zien voor deze scheurwijdtecheck, zoals we dat inderdaad ook juist hadden gedaan. Dus je kan het ofwel rechtstreeks starten door op afdrukvoorbeeld te klikken, ofwel klik je in het tabelinvoer even dubbelklikken en dan wordt die controle netjes geprint met alle formules volgens de norm uitgeschreven, de formules ingevuld en ook tabelvormen met de resultaten. Goed, als we dan overgaan naar het staalontwerp. Dus we hebben natuurlijk ook heel wat gewerkt aan staal, ook weer voor de gebruiksvriendelijkheid plus de snelheid. Dan gaan we hier ook weer een aantal zaken overlopen. Dus eerst en vooral misschien heel even aanhalen. We gaan ze tijdens deze webinar gewoon even snel overlopen. Tijdens een volgende webinar, die weer na de zomer gepland staat, gaan we dan al deze elementen in detail gaan bespreken. Dus eerst en vooral is er een nieuwe profielclassificatie. Ten tweede maken we nu ook gebruik van de semi-comp toepassingen om de klassificatie te gaan optimaliseren. Uiteraard is er gewerkt aan de snelheid, is er een verbeterde uitvoer en zijn er een aantal extra mogelijkheden zoals vakwerken, verbindingen enzovoort. Nu beginnen doen we met de klassificatietool. Dus CEngineer berekent al reeds geruime tijd de klassificatie van jouw stalen doorsneden in jouw profiel, in jouw project. Maar daar hebben we nu een uitbreiding gedaan. Dus nu maken we gebruik van centerlijnen en initiële vorm voor alle doorsneden types. Dus niet enkel alleen meer voor koud gevormd staal. Dat heeft het voordeel dat we dus ook consoles en variabele doorsneden kunnen gaan klassificeren. Maar eigenlijk alle types profielen wat je tegenkomt, kan CEngineer nu automatisch gaan klassificeren. Wat natuurlijk het grote voordeel heeft dat we niet meer automatisch naar klasse 3 gaan. Je ziet hier een uitgebreide tabel met verschillende types doorsneden. Dus bijvoorbeeld dubbele secties, gelaste profielen, denk maar aan typische brugprofielen enzovoort. Kan dus nu allemaal netjes geclassificeerd worden.
Nu, wat is daar dan het grote voordeel van? Ja, dat is meteen duidelijk dat we dus nu economischer kunnen gaan ontwerpen en nauwkeuriger kunnen gaan berekenen. We hebben dus niet meer een probleem dat niet herkennen door zijn automatisch naar klasse 3 toe gaat. Dus eigenlijk zeg maar elastisch getoetst wordt en we onze capaciteiten verliezen. Plus dit is gebaseerd op de combinatiesleutel. Dus de berekening gebeurt per sectie in jouw staaf en per combinatie. Als we dan hier zo'n voorbeeld erbij halen, dan zie je hier dus inderdaad, zeg maar, voor biaxiale buiging, dus dat er een bepaalde drukzone wordt gegenereerd en ook een bepaalde trekzone, dat inderdaad in jouw drukzone jouw berekening of jouw klassificatieberekening gaat gedraaid worden. Plus, in jouw doorsnedevenster zelf, dus waar je je profiel in stelt, zit nu deze nieuwe klassificatietool, waar je dus manueel, zeg maar, hier interne krachten kan gaan invullen. Wat het grote voordeel biedt, dat je rechtstreeks in deze klassificatietool jouw klassificatieberekening gaat zien en dus eigenlijk jouw profielen al reeds kan optimaliseren alvorens dat je de berekening hebt gedraaid, alvorens dat je jouw staalcontrole volgens de Eurocode hebt gegenereerd. Dus dit werkt gewoon veel efficiënter en dit werkt gewoon inderdaad veel sneller. Goed, als we dan die nieuwe klassificatietool eens samenvatten, dan is daar eerst en vooral die is geïntegreerd in de staalnormcontrole. Dus dat wat draait op de achtergrond. Ten tweede, dit is een standalone klassificatietool en dat zorgt eerst en vooral voor de gebruiker inzicht in de berekening. Zoals ik juist zei, in je doorsnede venster kan je eenvoudig die klassificatieberekening opvragen. Plus je kan dat nu perfect vergelijken met je handberekeningen. En de laatste voordeel inderdaad is de preselectie van je doorsnedes, dus dat je al tijdens het invullen of aanmaken van je doorsnedes dus deze meteen kan optimaliseren. Dit zorgt ook voor een grote flexibiliteit. Ongeveer 99% van de doorsnedes dus die gebruikt worden in de praktijk voor het ontwerpen van stalen constructies wordt daarin afgebakend of wordt daarin ondersteund. Plus dat zorgt natuurlijk voor een economischer ontwerp, omdat we de interne krachten per combinatie gaan bekijken in elke doorsnede van jouw profiel. Vervolgens een tweede grote implementatie van staal is het semi-comp-principe. Semi-comp, dat is eigenlijk een project waarbij meerdere partijen betrokken zijn, zoals uiteraard het ECCS, maar ook verschillende universiteiten hebben hier aan deelgenomen. En semi-comp is natuurlijk een klassificatie voor klasse 3 profielen, of een beter ontwerp voor klasse 3 profielen. Eerst en vooral komt het uiteraard in de publicatie Plastic Memory Capacity of Semi-Compact Steel Sections, a More Economic Design. Wordt het gefinancierd door European Resource Fund and Coal, for Coal and Steel, dus RFCS. En is het reeds opgenomen in de pre-norm van Eurocode 3, die dus straks in 2020 de werkelijke versie van de Eurocode gaat worden. Dus eigenlijk is het dus de nieuwe methode, wat straks in de Eurocode 2020 verplicht is, zit nu reeds in C-Engineer geïmplementeerd. Nu, wat is nu juist het probleem met zeg maar doorsnedes? Je ziet hier aan de rechterzijde eigenlijk een afbeelding waar dat er een grote trap zit tussen klassificatie 1 en 2, zeg maar een grote range, en dan klassificatie 3. Dus wat je eigenlijk hebt, dus van zodra dat je ook maar net over klassificatie 2 heen gaat, verlies je heel wat capaciteit en ga je automatisch naar klasse 3. En dat is natuurlijk je beperkte plastische weerstand wat dat erin zit. Nu, dat is natuurlijk niet altijd alleen fysisch correct en daarom is er deze semi-comp-methode ontwikkeld, is dat natuurlijk uitgebreid getest, waardoor dat we dus gaan interpoleren tussen klassificatie 3 en klassificatie 2, waardoor je dus een veel economischer ontwerp gaat gebruiken en dat je dus de plastische weerstand nog steeds kan gebruiken van zeg maar semi-compacte doorsnedes. En de volgende verbetering die dat er is gebeurd, is natuurlijk dat er nu correcte limieten zitten tussen klassificaties. Dus er zijn nu geen verschillen meer, die dat er natuurlijk wel waren tussen Eurocode 3.1.1 en Eurocode 3.1.5, zeg maar de plaatnorm voor staal. Maar je ziet hier ook weer een aantal profielen weergegeven als voorbeeld. Dus al deze profielen, al deze types profielen kunnen nu netjes geclassificeerd worden binnen C-Engineer. Als we dan gaan kijken naar een reëel project, dus dit is een werkelijk gebruikersproject van een van onze gebruikers. We hebben dit model lichtjes aangepast voor deze presentatie om ervoor te zorgen dat er een aantal staven zijn die niet gaan voldoen. Dus die niet aan de staalcontrole gaan voldoen en dat we dan het voordeel van de semi-comp kunnen gaan bespreken. Dus eerst en vooral hebben we dus hier een inschreel al met zeg maar 1700 knopen, 2300 staven. Met 39 verschillende profielen, een aantal belastinggevallen en een heel aantal combinaties die dat daarachter zitten. Als we dan de oude berekening starten, dus zeg maar zonder het semi-comp-verhaal, dus gewoon een Eurocode 3.1.1-toetsing, dan zien we dat we nu een eenheidscontrole krijgen van maximaal 1,05 in een bepaalde kolom. Gaan we over naar
gebruik van semicom, dus dat we wel die semicom toepassing gaan gebruiken, dan zien we dat we eigenlijk 5% winnen, minimaal 5% winnen, en dat we nu dus een maximale eenheidscontrole van 1 krijgen. Dus zeg maar, onze semi-compacte profielen zijn dus geoptimaliseerd. En als we dan naar de profielen kijken waar dat die semi-comp invloed op heeft, en dat is dus vooral klassificatie 3, want klassificatie 1 en 2 is uiteraard geen ontwerp, dan winnen we toch heel wat massa of heel wat staal. Dus eerst en vooral, zeg maar, de totale oude doorsnedes en de totale nieuwe doorsnedes, als we deze vergelijken, winnen we ongeveer 22% van de massa, wat toch wel redelijk veel is. En als we dan ook gaan kijken naar de doorsnedes, dus zeg maar de oude doorsnedes, nu geüpdate naar de nieuwe doorsnedes, waar dat we dus gebruik maken van die semicom toepassing, dan verliezen we daar ook weer heel wat staal of heel wat materiaal. Dus nogmaals, klasse 1 en 2 geen verschil, uiteraard klasse 3 wel een gigantisch verschil daarachter. Dan hebben we ook gewerkt aan de berekeningssnelheid, dus en vooral aan de competitieve prestatie. Nu, er is natuurlijk een grote toename in snelheid en daar zijn eigenlijk twee redenen voor. Eén is het multicore gebruik van de cores op je PC en natuurlijk het herschrijven van de code. Dus dat zorgt nu voor grotere snelheid en parallele verwerking in de achtergrond en een betere stabiliteit. Als we dan weer een vergelijking gaan maken met een reëel model, gaan we dus voor CEngineer 16.1, de 3033, naar ongeveer een controle van 20 minuten. En 17.0.49 gaan we naar 3 minuten. Als we gebruik maken van de elastische spanningsmethode voor de klassificatie, als we gebruik maken van de plastische, gaan we naar 5 minuten. Dus nog steeds, ongeacht welke methode je gebruikt, zit je ongeveer een 5 à 4 keer sneller ten opzichte van de vorige versie van CEngineer. Als we dan eens even deze grafische uitvoer gaan bekijken, dan zie je hier in 3D al meteen dat de resultaten beter getoond worden. Dus zoals bijvoorbeeld, je kan ook aan de linkerzijde zie je jouw eigenschappenvenster terugkomen. Hè. Dus daar kan je nu ook alle componenten gaan aangeven. Dus niet enkel alleen maar de eenheidscontrole, maar je kan nu ook aangeven van kijk, toon me grafisch is enkel alleen de klassificatie van de doorsnede, of de knikcontrole, of de kipcontrole, enzovoort. Dus dit is werkelijk een betere grafische weergave wat je hebt. Plus je hebt ook extra labels in jouw Unity Check diagrammas. Plus aan de linkerzijde bovenaan heb je weer jouw legende waar dat alles in omschreven staat van wat je precies afdoet, voor welke combinatie enzovoort. Dus je hebt de resultaatlegende, de onderdelen van de staalcontrole en de verbeterde weergave, zoals juist gezegd, met ook een nieuw lettertype, de kleuren die aanpasbaar zijn en de extra labels die dat erin voorkomen. Als we dan naar de uitvoer kijken, zit er nu ook een nieuwe optie in. Dus we hadden de korte en de uitgebreide uitvoer. Nu hebben we dus ook een samenvattende uitvoer, waarbij dat je voor elke controle gewoon de Unity Check geprint ziet. Plus uiteraard de bestaande gedetailleerde uitvoer, waar dat ook wat verbeteringen in zijn gebeurd. Zo wordt er nu gebruik gemaakt van subscripts. Heb je bijvoorbeeld Griekse symbolen, zoals lambda relatief, wordt nu netjes lambda geschreven. We hebben een aantal besluittabellen en het opent opnieuw, zoals het bij beton ook was, bij het dubbelklikken in een resultaat in de resultatentabel. Nu is er uiteraard ook gewerkt voor wat extra productiviteit. Hè? Dus eerst en vooral is er nu ook weer fout, waarschuwing en notitierapportering binnen jouw uitvoer. Die ook wordt weergegeven in jouw 3D-venster. Als je dus inderdaad met je muis ergens op staat, worden die zwevend getoond in jouw 3D-venster. Uiteraard ook in de samenvattende en gedetailleerde uitvoer, als ook in de tabelresultaten. Plus, we maken nu gebruik maken van de combinatiesleutel. Kan je nu rechtstreeks bij deze staalcontrole ook een nieuwe combinatie aanmaken aan de hand van deze kritische combinatie. Als we dan vervolgens naar de nieuwe ontwikkeling gaan kijken voor verbindingen, zit er een CEngineer eentje inderdaad in, dus verbindingsontwerp voor buizen. Hier ga ik heel kort over, dat gaan we meer gedetailleerd bespreken in zeg maar de dedicated staal webinar die dat er na de zomer aankomt. Maar je ziet hier dus aan de rechterzijde wat er ondersteund wordt. Dus in deze eerste versie CEng 17 worden er dus een aantal tubulaire verbindingen ondersteund, behalve de KT-verbinding, deze komt eraan in 17.1. Tot slot hebben we ook gewerkt aan de bijkomende, aan de Amerikaanse normen, dus de IBC. Waarbij dat we dus nu ook kleine aanpassingen hebben gedaan, zeg maar vooral georganisaties. En waar dat we nu dus de laatste versie van 2016 ondersteunen. Specification for Structural Steel Buildings. Plus ook is er een meer economisch ontwerp voor knikken geïmplementeerd.
Als we dan gaan naar de andere verbeteringen die we hebben doorgevoerd op staal, is er een verbetering voor de welvingscontrole. Dus de welvingscontrole gebeurt nu zeg maar aan de hand van semi-compacte, gebeurt nu aan de hand van ook voor dunwandige stoorsenes. En is er uiteraard een differentiatie van verschil tussen de Saint-Venant en de welvingstorsie. Vervolgens hebben we ook gewerkt aan de stabiliteit voor variabele staven. Hiermee maken we nu gebruik van een methode die omschreven staat in de ECCS, zeg maar de ECCS Designers Guide to Eurocode 3, wat natuurlijk veel sneller werkt en die eigenlijk ook conform is met de methode die reeds bestaande is in de Amerikaanse norm. Vervolgens een aantal verbeteringen. Nu kan je ook gebruik maken van stijve diafragma's. Dus dat is vooral voor een betere benadering voor composietvloeren. Dan hebben we natuurlijk ook zeg maar semi-stijve diafragma's, wat dan weer voor metalen dekvloeren of daken is ontwikkeld. En we hebben nu ook de mogelijkheid om gebruik te maken voor cellular beams. Als je gaat naar composietvloeren, heb je nu ook de mogelijkheid in CS17 om dat met cellular beams te doen. Deze functionaliteiten zullen beschikbaar zijn in de eerste patch van C-Engineer 17 en deze zal binnen 1 à 2 weken ongeveer uitgebracht worden. Dus daar is nog heel even op wachten. Vervolgens is er nu ook een link met Idea Statica Connection. Dus nu kan je ook de verbindingen naast T-Engineer ontwikkelen. Dus hier het grote voordeel hiervan is dat je dus elk type van verbindingen kan gaan berekenen. Dus dat is niet zozeer een Eurocode methode, maar eerder een eindelementen methode, zeg maar een tussenhanger tussen eindelementen methode en de componenten methode. Meer informatie kan je hier altijd vinden op de website van Idea Connect zelf uiteraard. Dus er is nu een directe link met C-Engineer. Je selecteert gewoon het knooppunt en je kan het dus exporteren vanuit het 3D-model. En dat ID-project dan, of IDEA-project, waar dat je dus inderdaad de verbinding hebt gemodelleerd en berekend, wordt in het ESA-bestand zelf opgeslagen. Dus dat zit gewoon in je C-Engineer-bestand en dat kan je uiteraard op elk moment gaan heropenen. Tot slot dan, maar dit is meer voor Engeland, is er ook wel ontwikkeld volgens Westock Cellbeam. Dus hier ga ik heel snel over. Dat is inderdaad gewoon de mogelijkheid om gebruik te maken van deze Westock Beams, zoals wij dat hier kennen als de profielen volgens ArcelorMittal. Goed, de volgende verbeteringen zijn dan aangebracht in het verhaal van BIM uiteraard. Dus we hebben, ik ga ze heel even kort overlopen, taakbeheer met BIM Plus, 1-klik export vanuit Alplan naar C-Engineer en we hebben natuurlijk een upgrade gedaan naar de Revit link voor C-Engineer 17 en Revit 2018. Nu, als we dus naar BIM Plus en C-Engineer 17 gaan kijken, dus je moet er inderdaad rekening mee houden dat een analysemodel uiteraard een beetje anders is dan de BIM-modellen. Dus je hebt eigenlijk 3 modellen die vergeleken worden op fouten. Je hebt het architecturale model, het structurele model en zeg maar het model met de voorzieningen, HVAC en zo verder. Dus daar wordt dan een structureel model van gegenereerd en dat wordt vergeleken met het analysemodel. Nu, uiteraard bestond het al eerder, maar nu kan je in C-Engineer meteen een uitwisseling doen van alle modellen in BIM Plus in een soort van cloud platform. Nu, dat cloud platform, wat is nu eigenlijk BIM Plus of wat is dat cloud platform? Dat is ontwikkeld door ons zusterbedrijf Nemetschek Alplan, waarop je gewoon gratis kan registreren en waarop dus inderdaad verschillende modellen, zeg maar BIM modellen, kunnen ingelezen worden en waar je de wijzigingen kan aangeven. Dus je gaat ze niet meteen in het model kunnen editeren of kunnen gaan wijzigen, maar daar kan je wel de benodigde wijzigingen aangeven in de hand van informatie die dan gedeeld wordt, wat natuurlijk veel efficiënter werkt dan informatie delen via mail of via papier. Dus in C-Engineer 17 heb je dan een BIM Plus venster, wat je hier aan de rechterzijde ziet, wat je kan bereiken via de optie beeld en dan knoppenbalken. Je ziet hier aan de rechterzijde dat je inderdaad een soort van taak kan aanmaken, waarbij dat je dus een omschrijving ingeeft, bijvoorbeeld we willen de kolommen gaan veranderen. Je gaat er een prioriteit aan toekennen en je gaat de verantwoordelijke persoon gaan aanstellen. Nu, en dit werkt natuurlijk niet alleen voor C-Engineer, maar ook voor andere softwarepakketten die gelinkt zijn aan BIM+. Meer informatie daarover kan je nu weer altijd vinden op de website bimplus.net. Wat je hier ook nog ziet, als je inderdaad die taak hebt aangemaakt, dan komt dat in je BIM+ venster. Als je daarop registreert en inlogt, kan je daar de taken zien, kan je dat inderdaad gaan wijzigen en kan je dat, die informatie op deze manier zeer efficiënt gaan delen. Er is ook inclusief een export naar BCCF, BIM Collaboration Format, om dat uiteraard te linken met andere softwarepakketten zoals Solibri, Tekla, BIM Collab, Archicad enzovoort. Nu de Revit link dan. In C-Engineer 17 is er uiteraard een nieuwe link gemaakt tussen Revit 2018 en C-Engineer 17.
Hier zijn een aantal voordelen aan verbonden. Dus eerst en vooral is er de meertalige ondersteuning in Revit. Vervolgens is er het gebruik van slim algoritme als het gaat over mapping. Dus dan praten we over mapping van materialen, mapping van stalen profielen, maar ook beton, hout en prefab doorsnedes. Vervolgens is er geluisterd naar de gebruikersfeedback, dus om inderdaad wat verbeteringen door te voeren. Zo is er een verbeterde gebruikersinterface voor deze mapping en wordt nu ook hoogwaardig beton ondersteund. Plus er is een verbeterde hantering van zeg maar, de niet geëxporteerde objecten, dat je een duidelijker overzicht krijgt van welke objecten er niet geëxporteerd zijn. Plus er is een verbetering voor afrondingsfouten als je gebruik maakt van meerdere roundtrips. Als we deze verbetering dan nu eens in detail, dus een nieuwe mapping graphical interface gaan bekijken. Eerst dan vooral voor materialen, zeg maar een Revit wordt het hier dus benoemd als wood, met een bepaalde naamwood in de categorie timber. Dan kan je rechtstreeks een C-engineer desbetreffende houten materiaal daaraan linken. Hetzelfde geldt uiteraard voor de doorsnedes. Je hebt bepaalde benamingen in Revit, family names en family types, wat je dan meteen linkt aan het desbetreffende profiel in C-engineer. Nu, deze nieuwe Mapping Graphical Interface zorgt ook voor optimalisering van parametrische doorsnedes. Dus je gaat dan een parametrische doorsnede in Revit, zit nu perfect gelinkt aan de parameters in C-Engineer. Dus dan kan je die rechtstreeks gaan invoeren, ook voor grafische en voor numerieke doorsnedes. Als we dan eens even kijken naar de one-button-click, zeg maar de export vanuit Alplan naar Revit toe, van Alplan naar C-Engineer toe, beter gezegd, kan je dus met één klink uitvoeren. Je bevestigt met oké en dan wordt er meteen op de achtergrond C-Engineer geopend met het desbetreffende project daarin. Nu zie je dus dan inderdaad het IFC-bestand rechtstreeks ingelezen wordt in C-Engineer zelf, waarbij dat je dus nu dus de lasten kan invullen, de berekening kan draaien en zeg maar zo het ontwerp verder gaan dimensioneren. Goed, als we dan gaan kijken naar opnieuw de eerste pijler, waar dat dus de grote pijler gebruiksvriendelijkheid, workflow en interne technologie, gaan we nu wat zeggen over de gebruiksverbeteringen, zeg maar. Dus je hebt gezien dat er heel wat nieuwigheden zijn ontwikkeld op het gebied van de workflow. Dus dat er daar een aantal nieuwigheden zijn, maar er zijn natuurlijk ook een heel aantal kleine ontwikkelingen gebeurd om het gebruikgemak van de software te gaan vereenvoudigen. We gaan beginnen met het postproces of nieuw resultatenmenu. Dus binnen C-Engineer aan de rechterzijde zie je jouw projectgegevens. Daar kan je dus een nieuwe postprocesomgeving kiezen. Dus je hebt versie 16 of ouder en je hebt versie 17. Als je gebruik maakt van versie 17, is er dus een nieuw resultatenmenu beschikbaar, waarbij dat je de resultaten op een nieuwe manier, een snellere manier uit meer opties kan gebruiken om de grafische uitvoer te controleren. Vervolgens is er ook een legenda met de weergave van de gebruikte combinatie met de waarden, de eenheden, en dat wordt natuurlijk ook naast elke afbeelding weergegeven. Plus er is een eenworming van de instellingen, de tekening van de 1D-resultaten kan je instellen, het ondersteunt alle omhullende combinaties en een 3D-scène is beschikbare informatie voor het instellen van deze resultaten. Nu eerst en vooral de keuze tussen die omgeving, dus tussen de vorige solver en eigenlijk de nieuwe solver of postprocessor die dat erin zit. Dus zoals aangegeven kan je in je projectgegevens deze keuze maken. Nu uiteraard de vorige solver versie 16 of ouder. Ja, deze optie bevat alle functionaliteiten zoals je die in C-Engineer 16 of de vorige versies kende. Dus alle typen van berekeningen, alle resultaatvormen en ook alle normen zitten daarin gebakken. Je kan nu uiteraard ook gebruik maken van de versie 17 postprocessor, beter gezegd, waarbij je dus ook het nieuwe resultatenmenu kan gebruiken, dus verbeterde visualisatie. Snelheidsverbeteringen en heel belangrijk alle functionaliteiten van de concept editie waarmee dat je dus lineaire berekening kan maken, uitgezonderd van de voorspanning, niet lineaire berekening zoals tweede orde en uiteraard de modale berekening en stabiliteitsberekening zitten daar ook in die bakken. Nu zijn er ook een aantal algemene verbeteringen doorgevoerd, dus dat is ook weer als je die nieuwe solver gaat gebruiken. Dus je hebt de 3D-verplaatsing en 3D-spanningen voor balken, voor modalen en stabiliteitsanalyse, wat nu gewoon beter of mooier weergegeven wordt. Vervolgens aan de rechterzijde zie je dat de knoopverplaatsingen niet meer enkel volgens lokaal assenstelsel UX, UE en UZ geprint worden, maar nu kan je de globale verplaatsingen opvragen, wat natuurlijk een mooi resultaat geeft. En er is ook gewerkt aan de reacties, de knooppunt van intensiteit enzovoort. Daar gaan we dadelijk nog wat meer over zeggen.
Als we dus kijken naar de 1D en de 2D-resultaten. Eerst en vooral is er een betere visualisatie van de resultaten, dus er zijn meer visualisatieopties. Plus de opties zijn beschikbaar vanaf het uitvoer, sorry, eigenschappenvenster. Dus je kan daar aanvinken wat je precies wilt zien. Je kan bijvoorbeeld kiezen om de resultaten een soort van regenboogkleur te gaan weergeven. Plus je hebt altijd een legenda met, de weergave van de resultaten, de combinaties, de eenheden enzovoort. Plus, en dat is niet onbelangrijk, is er nu een link, nieuwe combinatie aanmaken van combinatiesleutel. Dus de combinatiesleutel wordt rechtstreeks geprint en daar kan je rechtstreeks een nieuwe combinatie van aanmaken zonder dat het nodig is om te gaan herrekenen, om die resultaten te gaan opvragen. Vervolgens is door de gebruiker gekozen verbeteringen. Dus zoals in het begin aangehaald van deze webinar, hij heeft support ongeveer een jaar geleden een soort van enquête uitgestuurd, waarbij dat support, dus de internationale supportafdeling 20, features heeft voorgesteld, waarbij dat de gebruikers met onderhoud dus hun top 3 konden doorgeven. De top 3 gestemde items hadden wij beloofd dat we die gingen ontwikkelen. We hebben de top 4 gestemde items ontwikkeld in CEngineer 17. Dus het goede daarin is dat we dus inderdaad heel wat stemmen hebben verzameld. Dus we hebben 2385 stemmen ontvangen van dus 477 antwoorden uit 24 verschillende landen, uit 4 verschillende talen. Dus dat is echt wel een internationaal gekozen top 3, zeg maar top 4 van ons klantenbestand. Nu, die 4 opties ga ik gewoon meteen in de volgende slide. Dus eerst en vooral is er nieuwe grafische opties of nieuwe leesbaarheid binnen CEngineer. Dus de verbeterde leesbaarheid in het model. Eerst en vooral is er gewerkt aan de begrijpelijke software. Dus een soort van mooie werkomgeving. Dus dat is ook weer handig dat je kan gebruik maken van hardware multisampling voor het gebruik van gladde lijnen en testen. Plus het behouden van de hoge resolutie zonder dat de software daardoor gaat vertragen. Het voordeel, hoe is het mogelijk dat inderdaad gewoon wij gebruik maken nu van jouw capaciteit van jouw grafische kaart. En hoe kan je daar aankomen? Dus je opent de visualisatieopties zoals je hier aan de rechterzijde ziet en je kiest gewoon voor hardware multisampling als optie. Je ziet hier meteen het verschil, dus dit is de oude weergave als we naar de lettertypes kijken van de resultaten en dit is een nieuwe weergave. En de nieuwe is duidelijk beter leesbaar. Ook voor 2D resultaten, dus zie je aan de linkerzijde zeg maar de oude weergave, waarbij we aan de rechterzijde meer vloeiende lijnen krijgen. Ook weer als we gaan inzoomen, ziet het er aan de rechterzijde met de nieuwe technologie veel beter uit. Goed. Dus als we dan naar de tweede vraag, zeg maar, of tweede ontwikkeling kijken die dat uit die enquête kwam, was het de één klik export naar Excel. Dus dat zorgt meteen voor tijdwinst. Je kon het natuurlijk vorige versies door copy-paste of kopiëren plakken, kon je dit ook doen. Maar nu kan je dus ook gewoon rechtstreeks met één klik. Wat natuurlijk het voordeel heeft dat je hiervoor de export kan doen van het huidige tabblad of van alle categorieën. Of van een bepaalde gebruikersselectie. En CEngineer zal automatisch gaan nakijken of de benodigde software, dus bijvoorbeeld Excel, geïnstalleerd staat op de PC en die dan ook rechtstreeks gaan openen. Dan kan je weer in Excel de aanpassing doen en deze plak je dan weer terug in CEngineer met natuurlijk wel de standaardoptie kopiëren en plakken. De volgende gevraagde ontwikkeling was om een selectie te kunnen maken van wat er nu precies berekend wordt door de solver. Dus nu kan je ziet het hier aan de rechterzijde, kan je dus als je de nieuwe solver gaat gebruiken, activeer je de optie om een selectie van belastinggevallen of niet lineaire combinaties te kunnen gaan doorrekenen. Je selecteert die belastinggevallen of niet lineaire combinaties en je start de berekening. En dat zorgt natuurlijk voor een snellere beoordeling van de resultaten, een focus op de benodigde resultaten en een benodigde rekentijd. Bijvoorbeeld, je doet het ontwerp van een aantal kritische niet lineaire combinaties. Nadien, en dan ga je eigenlijk je volledige ontwerp gaan genereren of te zien of alles klopt of alles voldoet. En dan ga je achteraf alle combinaties doorrekenen om te zien of de rest van de combinaties daar ook aan gaan voldoen. Dus dat is gewoon tijdbesparend. En de vierde wat gevraagd was door de klant in deze enquête is zeg maar de zogenaamde Format Painter of de gelijke eigenschappen tool zoals je die gewoon kent vanuit Word. Dus je selecteert dan een bepaald element. Je gaat in het eigenschappenvenster, heb je een knopje, zeg maar, opmaakkopie of formatpleider. En dan kan je dit gewoon gaan kopiëren door de slijfelementen of de elementen waarna je deze eigenschap wilt gaan kopiëren, kan je die gewoon gaan aanklikken. Deze functionaliteit is beschikbaar in 2 menu's in CIA, in het constructiemenu en in het lastenmenu. Nu, dit waren dus de 4 verbeteringen die zijn aangebracht op vraag van deze enquête die support hebben uitgevoerd. Nu zijn er dan ook een aantal andere natuurlijk verbeteringen doorgevoerd hiernaast. Dus eerst en vooral hebben we de 1-klik
in het hoofdmenu. Dus dat bespaart je weer een aantal kliks. Dus je kan nu gewoon, je moet niet meer dubbelklikken om een menu te openen. Je doet het gewoon met één klik. We hebben ons nieuwe berekeningsdialoog, wat je hier in de rechterzijde ziet, wat meteen gefilterd is en waar je eventueel een selectie van belastinggevallen of combinatie kan maken. We hebben een aantal shortcuts ontwikkeld, zeg maar een aantal sneltoetsen. En hierbij hebben we natuurlijk de meest gekende toegepast, hoe dat die natuurlijk in alle andere software ook, bijvoorbeeld het F5 is het vernieuwen, Ctrl-A is alles selecteren enzovoort. En uiteraard zijn er ook een aantal kleine verbeteringen om de workflow te verbeteren voor het modelleren, beton-en-staalontwerp, engineering report enzovoort. Als we dan eens even naar het engineering report gaan kijken, dus daar zijn ook wat verbeteringen doorgevoerd aan de hand van snelheden. En vooral het sturen van grote live afbeeldingen naar het engineering report, dit gaat nu 3 maal sneller. Dus niet alleen het sturen van die afbeelding, het genereren, maar ook het hergenereren als je model straks gewijzigd is. Dus je ziet dat we nu van 1 minuut naar ongeveer 26 seconden zijn overgegaan. Vervolgens is er de mogelijkheid voor het importeren van Excel-werkbladen in het engineering report. Dan kan je deze bewerken. Je kan ook deze, zeg maar, afbeelding gaan bewerken in het engineering report, zowel 1D als 2D afbeeldingen. En nog een derde grote voordeel is dat je nu de report template die je als gebruiker zelf aanmaakt, zelf kan bepalen op welk pad dat je dat gaat opslaan. Dus bijvoorbeeld op een netwerkschijf, zodat alle gebruikers binnen jouw bedrijf daar netjes aan kunnen. Als we dan weer even een korte presentatie tonen, dus we hebben hier een video klaarstaan over de nieuwigheden. Dus je kan hier de keuze maken of je dus versie 16 of de nieuwe kiest. Kies je de nieuwe, krijg je een waarschuwingsvenster voor welk type van berekeningen dat je dat kan gaan gebruiken. Dan kan je nu een aantal nieuwe functionaliteiten gaan toepassen in CEngineer. Dus als we dan naar het resultatenmenu gaan, gaan we dus nu wat resultaten gaan bekijken, zoals bijvoorbeeld de 3D-verplaatsing. We hebben aangegeven dat dat voor modelanalyse ondersteund wordt, dus, en ook voor stabiliteitsberekening. Dus gaan we hier bijvoorbeeld een massacombinatie kiezen. En dan kan je nu dus, zeg maar, de verplaatsingen of de vervormingen in 3D opvragen voor die welbetreffende massacombinatie die je hebt toegepast. Je ziet hier ook weer aan de linkerzijde mooi die legende geprint en de rechterzijde het kleurpaletje. Kies je nu een andere massacombinatie en je hergenereert dat. En dan ga je dus een andere trillingsvorm gaan zien of een andere vervormingsvorm gaan zien hier. En je hebt dan ook weer die legende die dat je kan open of dichtklikken aan de linkerbovenzijde van je 3D-scherm. Gaan we dan naar een ander project. Dus dan gaan we een volgende model gaan openen. Zeg maar een soort van stalen model. Maar dan weer de postprocessor. Hier zie je dus de nieuwe solver die dat tevoorschijn komt. Dus inderdaad dat we hier bepaalde belastinggevallen zouden kunnen gaan selecteren om te gaan berekenen. Of je kan één of meerdere gaan selecteren. Of je selecteert gewoon geen enkele, dan worden ze allemaal berekend. Je kan de modale analyse gaan starten. En dan heb je hier dus het resultaat van die berekening en dan gaan we uiteraard weer wat resultaten gaan analyseren. Eerst en vooral de in-idee interne krachten. Maak je weer een selectie voor welk element je wilt zien. Je kiest jouw desbetreffende combinatie of belastinggeval en je hergenereert het resultaat. Nu heb je hier dus weer mooi die grafische weergave, waarbij dat er een heel aantal opties zijn in het eigenschappenvenster. Dus je kan ook de waardes gaan printen, de waardenaam. Je kan ook gebruik maken van regenboogkleuren. Je kan dat ook gaan aanpassen, die grafische weergave, dat je dat bijvoorbeeld in één kleur wilt zien. Of een soort van resultaat die het gaat bepalen, positief, negatief enzovoort. Plus uiteraard is er weer de tabelresultaten die dat je kan selecteren, die dat je kan editeren, sorteren. En met een enkele simpele dubbele klik kan je daar ook weer die nieuwe combinatie gaan aanmaken. Dus de combinatie die verantwoordelijk is voor dat wel bepaalde resultaat. Je maakt er een nieuwe combinatie voor aan. Die combinatie komt rechtstreeks in je combinatielijst terecht. En je hoeft niet te gaan herberekenen om dit resultaat op te vragen. Dus je kan gewoon die combinatie kiezen en meteen wordt dat resultaat geprint voor die desbetreffende combinatie. Vervolgens het engineering report dan. Daar zijn inderdaad bij externe items, zoals juist aangehaald, is er dat extern Excel-bestand waar je kan invullen. Hier doen we dat bijvoorbeeld voor een fundatieberekening. Dat we een fundatieberekening in Excel gaan invullen. Die kan je dan ook editeren. Dus je kan dat netjes, als je daarop hebt weggeklikt, kan je dat netjes gaan aanpassen in Excel zelf. Dus bijvoorbeeld, je past hier in jouw Excel-file een bepaalde waarde aan. Je ziet meteen dat jouw Excel-file geüpdate wordt. Maar ook als je in CEngineer nu jouw engineering report gaat updaten, zitten die aanpassingen uiteraard ook hier in jouw rekennota meteen.
Al die elementen kan je ook editeren. Dus je kan ook die tabel gaan wijzigen dat je aangeeft van ik wil bijvoorbeeld maar een aantal lijntjes zien. Dus bijvoorbeeld hier kiezen we voor 25 lijnen. Waarbij je dus gewoon de weergave van je Excel-tabel in je engineering report eenvoudig kan reduceren. En uiteraard is dat een intelligent Excel-bestand, omdat dat gelinkt zit aan jouw Excel-bestand wat werkelijk op jouw PC opgeslaan staat. Goed, als we dan eens naar het laatste deel van deze webinar gaan, en dat zijn een aantal verbeteringen voor bijvoorbeeld de lasten. Voor de lastdistributie maken we nu gebruik van de zogenaamde tributary areas. Dus we gaan nu voor onze belastingspanelen hebben we dus nu verschillende types. Dus je kan gebruik maken van standaard, of je kan gebruik maken van de EEM-methode. Dat was natuurlijk voordien ook al mogelijk. Maar de vlaklastgenerator zit er in de nieuwe postprocessor niet meer in. Dus die wordt niet meer ondersteund. Heel eenvoudige reden, omdat we nu dus gaan gebruik maken van onze nieuwe methode in de belastingspanelen. Waarbij dat de verdeling van de vloer- en de wandbelasting op de balken is gebaseerd op de geometrische configuratie van de balken die het rooster vormen. Dus dat zie je hier aan de rechterzijde eigenlijk een beetje uitgeschreven. Dus standaard ga je natuurlijk gewoon als alle staven belast moeten worden die hoek van 45 graden hebben. Worden maar twee staven belast, gaat dat gewoon met de bisectrice regel naar links en naar rechts. Wat dus ook beter overeenkomt met je handberekeningen. Dat heeft een heel aantal voordelen. Eerst en vooral worden nu een minder aantal lijnlasten gegenereerd op de desbetreffende staven, wat natuurlijk de snelheid ten goede komt. Het zijn meer betrouwbare resultaten die dichter bij jouw handberekeningen aanleunen. En de visualisatie van de belaste oppervlakte zie je direct in het model. Dus je ziet ook in de afbeeldingen hier rechts zeg maar, de scheidingslijn van de oppervlaktes, hoe dat die belasting afgedragen wordt. En dat is toepasbaar voor belastingspanelen, dus voor vloeren en wanden, of voor klimaatlasten als je de 3D-windgenerator gaat toepassen. Over die 3D-windgenerator gesproken dan, daar zijn ook een aantal nieuwigheden ontwikkeld. Dus er is gewerkt aan de vergroting van de bruikbaarheid van deze 3D-windgenerator voor bijvoorbeeld stalen hallen en residentiële gebouwen. Nu is het zo dat er bijkomende artikels uit Eurocode 1 in 4 ontwikkeld zijn, namelijk 723 platte daken, 741 vrijstaande wanden of parabets en ook 721 uitstekende daken. Dus dat zie je hier in deze afbeelding nog weergegeven. Aan de rechterzijde, als je zo'n dak selecteert en die gaat daar dus inderdaad een wand selecteren, gaat er inderdaad windgevers op toekennen, wordt dat automatisch erkend als parabet en wordt daar automatisch gebruik gemaakt tijdens de 3D windgenerator om daar de juiste zonnebelasting op te gaan genereren. Tot slot de lokalisatie. Dus we hebben ook een heel aantal nieuwe nationale annexes of nieuwe nationale bijlagen toegevoegd. Bijvoorbeeld voor Cyprus, Denemarken, Italië en zo verder. We hebben dus nu 23 nationale bijlagen die dat wij ondersteunen voor de Eurocode. Er zijn ook een aantal updates gebeurd naar normen toe. Dus bijvoorbeeld Tsjechische nationale bijlagen naar Eurocode 3.1.1 naar versie 2016. Maar er is ook een update gebeurd van de materialenbibliotheek voor een aantal codes. Bijvoorbeeld voor de Ierse betonmaterialen, Duitse betonmaterialen enzovoort. Goed, dit was dus deze presentatie. Dus we hebben vooral gefocust binnen deze C-Engineer 17 versie niet zozeer op met nieuwe grote exotische ontwikkelingen, maar vooral de focus gelegd op de productiviteit in jullie dagdagelijkse taken binnen C-Engineer. En daarbij hebben we gebruik gemaakt van drie grote pijlers, dus de gebruiksvriendelijkheid, de workflow en de nieuwe interne technologie die dat daarin verwerkt zit. Als je graag meer informatie wilt, kan je altijd even ons Resource Center bezoeken. Daar vind je technische artikels, daar vind je de nieuwigheden. Dus daar heb je alle informatie voor handen. En dan maak ik nu graag even tijd om jullie vragen samen te overlopen. Alvast heel erg bedankt voor jullie aanwezigheid.